Chat, I'm be just real with you. I'm so damn tired. No deeply replayable campaign. Hey, chill out. Well, welcome to the everyday experience of being an Overwatch 2 fan. We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. Hallo mensen, mijn naam is de Met Luigi en ik ben een beetje verdrietig. Overwatch 2, dat ene leuke shooterspelletje waar ik honderden uren in heb gestoken. Dat ene spelletje wat we graag met elkaar hier bespreken op het YouTube kanaal. Niet echt, want die video's doen het niet zo erg goed, maar ik geef er genoeg op om erover te blijven praten. Overwatch 2 is een van mijn favoriete shooter games. Het is eigenlijk ook de enige live service game die ik speel. Ik haat alles aan deze game en ik kritiseer het de hele tijd. En toch om een of andere reden blijf ik het spelen. Nou, toen Overwatch 2 werd aangekondigd, hadden ze een heleboel dingen beloofd. En geloof het of niet, ik was echt gigantisch hyped voor deze game voordat het uitkwam. Dit was natuurlijk voordat we wisten over alle oepsies van Activision Blizzard die ze hebben gedaan. Maar toch, deze game was super hype, het zag er super goed uit. En als een groot Overwatch fan en een speler van Overwatch 1, keek ik heel erg uit naar Overwatch 2. Ondanks dat ik een beetje in de war was hoe dit precies ging werken. Nou, Overwatch 1 en 2 werden gepitcht als twee games die samen konden leven. Mensen die Overwatch 2 kochten konden nog met Overwatch 1 mensen spelen. Er was crossplay, Overwatch 1 zou een hebel van dezelfde updates krijgen van Overwatch 2. En ik vroeg me altijd een beetje af van, wat is nou echt het punt? Wat is het punt om te wisselen naar een nieuwe game als je de oude game nog kan spelen? Nou, het grote ding wat Overwatch 2 zou definiëren was in 2019 aangekondigd en dat was de PvE. Blizzard beloofde een gigantische co-op PvE mode voor Overwatch 2, wat eigenlijk gewoon een Destiny level grote single player campaign zou zijn. En dat was een fantastisch idee. Overwatch is al een heel erg leuke shooter, maar om ook nog co-op missies te hebben in een singleplayer die je ook nog gewoon zelf zou kunnen spelen, om ernaast te spelen, dat klinkt als een fantastisch idee. Dat klinkt als iets exact wat ik zou willen spelen. Nou natuurlijk, Overwatch 2 launchte vorig jaar. En er was één ding wat miste aan de game. De PvE. Het ding wat deze game zou moeten definiëren. Nou, ondertussen was Overwatch 1 ook afgesloten, wat ik heel erg naar vond, want Overwatch 1 is nog steeds een game die ik graag had willen spelen. Ik hou er gewoon niet van als games waar we van houden worden afgesloten, zodat je ze nooit meer kan spelen. Er is momenteel geen manier om origineel klassiek Overwatch meer te spelen. Totdat Blizzard natuurlijk over iets van 5 jaar Overwatch Classic uitbrengt en dan is het gewoon Overwatch 1 nog een keer. Maar dan gewoon Overwatch 1. Dus we speelden Overwatch 2. Ik heb tot nu toe alle seizoenen een beetje gereviewd op het kanaal. We hebben gepraat over wat ging er goed, wat ging er slecht. We hebben gepraat over de monetization die verschrikkelijk is. We hebben gepraat over de verschrikkelijke werkomstandigheden van Blizzard. Maar over het algemeen zaten we te wachten op die PvE. Nou, pas geleden in een Overwatch 2 livestream confirmde Aaron Keller dat de Hero Mode was geschrapt. Hij zei dat, en dit is een quote van Tweaker, Blizzard de oorspronkelijke visie van PvE niet kan waarmaken. En dat brak mijn hart. En zoals je kan voorstellen zijn een heleboel mensen boos. Een heleboel mensen die zeggen momenteel dat Overwatch 2 dood is, dat de game klaar is. Niemand gaat deze game nog spelen en ik zelf persoonlijk denk dat niet helemaal. Zo, want het is duidelijk dat mensen echt heel erg aan het wachten waren op die PvE. En Overwatch 2 heeft inderdaad wel extra content nodig, want het is nog een klein beetje licht. Alleen over het algemeen denk ik nog steeds dat de basis van Overwatch 2, ondanks dat het gewoon een stomme update is van Overwatch 1, de basis van de game is nog steeds heel erg leuk. Het is nog steeds een hele satisfying shooter die ik veel liever speel dan je gemiddelde Call of Duty game bijvoorbeeld. Maar natuurlijk, ik ben in de minderheid, want een heleboel mensen die willen gewoon die PvE, die willen die Hero Mode, want dat is wat Overwatch 2 zou maken. Nou, Aaron zei wel in een interview met GameSpot dat ze nog steeds toegewijd zijn aan de PvE, alleen de manier hoe ze het gaan doen is heel erg anders en in mijn mening slechter.
Dus ze hebben mijn favoriete ding gedaan, een roadmap gedeeld. En ik haat deze roadmaps. Ik heb zoveel van deze dingen gezien, van zoveel andere games. En zo vaak wordt de roadmap gewoon niet waargemaakt. Of niet waargemaakt op een manier waarvan we denken dat het zou moeten zijn geweest. Ik bedoel, de roadmaps voor Anthem en Babylon's Fall waren hilarisch. Want al die content die ze hadden beloofd is gewoon niet gekomen. Terwijl mensen geld hebben gestoken in die game. Nu is het natuurlijk een stukje minder erg met Overwatch, mocht dat gebeuren. Want Overwatch is een free-to-play spel. Maar er zijn nog steeds een heleboel mensen die geld hebben gestoken in deze game. Ik heb pas geleden ook eindelijk 5 hele euro's gestoken in deze game. Omdat ik zwak ben en ik wilde gewoon heel erg graag die ene D.Va skin. En ik had nog de Nintendo Switch Gold Coins waarmee ik korting kon krijgen. Ik ben er niet trots op, maar het is wel gebeurd. Ik heb een hele 5 euro gegeven, dan verdien ik toch wel een heel klein beetje story mode, Aaron, come on. In ieder geval, ze hebben die roadmap gemaakt voor season 5, 6 en 7. En het ziet er niet heel erg goed uit. Season 6 heeft natuurlijk de nieuwe support hero die we gaan krijgen. We krijgen een nieuwe map, we krijgen hero mastery. Maar het belangrijkste is die story missions, want ze gaan nog steeds PvE doen. En dat is een dingetje wat mensen op het internet blijkbaar momenteel niet helemaal snappen. Er zijn een heleboel mensen op het internet die momenteel zeggen dat de PvE is gecanceld en daarom is Overwatch 2 dood. Maar wat een heleboel mensen blijkbaar niet hebben meegekregen, is dat er nog steeds story missions komen in de game. Jared News, een meneer die werkt bij Blizzard, die heeft gezegd in een tweet: "A clarification that I want to make is that while we made the decision to cut hero mode plus talents, we have a lot of great PvE content coming this year. Big story missions, new cinematics, co-op and events and single player hero mastery missions are all on the way." Nou, het is fijn om te weten dat er meer single player content komt, alleen het ding is, het is niet de PvE die we wilden. Wat we allemaal wilden was gewoon een boxed game. Gewoon een game die je één keer koopt met één complete story waar je doorheen gaat. Een beetje zoals Destiny. En ik moet zeggen, ik ben niet een fan van hoe Destiny zijn content doet. Zij brengen steeds grote singleplayer campaigns uit naast een grote live service game. Alleen die singleplayer campaigns zijn vaak of van lage kwaliteit, of ze worden gewoon letterlijk gedisabled, waardoor je ze niet meer kan spelen. Dat is een heel ding, een heel groot drama, wat we compleet niet hebben besproken dit afgelopen jaar. Maar die manier van content leveren, grote afgemaakte story missions die je gewoon in één grote hap kan spelen, dat krijgen we dus niet bij Overwatch 2. En dat is heel jammer, want dat is precies wat ik wilde. Nou, ze gaan dus deze story mode missies per seizoen of om het seizoen of hoe ze het ook gaan doen, gaan ze aan ons vrijgeven. En het lijkt erop dat de PvE campaign en deze missies gratis zullen worden voor gewoon free-to-play spelers. Dus dat we er niet voor zouden moeten betalen. Hoe dit precies gaat werken, dat weet ik nog niet. Dat weten we nog niet precies. Daar hebben ze nog niet heel veel over verteld. Nou, het ding is, we hebben al een heel klein een glimp gekregen van PvE content. In oktober vorig jaar was er een heel Junkenstein event waarbij er nieuwe PvE missies waren, waarbij jij met je vrienden een co-op missie deden met cutscenes en met dialoog tegen een grote Junkenstein boss fight. We hebben nu natuurlijk Star Wars gekregen en dat is een stuk matiger. Het is een stuk lager kwaliteit vergeleken met dat oktober event. Maar zelfs dat oktober event is niks vergeleken bij wat we zagen in die trailers voor de originele PvE. Het is in ieder geval een grote teleurstelling voor de community. En het ergste is dat ze hebben gezegd dat ze eigenlijk al een tijdje wisten dat dit ging gebeuren. Het lijkt erop dat ze kort na de launch van Overwatch 2 al wisten dat deze PvE-modus niet zou worden zoals ze origineel hadden gedacht. Nou, Aaron Keller, de director van Overwatch 2, heeft ondertussen een statement uitgebracht over de development van de PvE mode. En hij heeft een beetje uitgelegd in zijn mening waarom het zo erg is veranderd en waar het fout is gegaan. En ik wilde een paar dingetjes uit deze blog bespreken, omdat het toch wel interessant is. "Hey all, it's been an emotional week in the world of Overwatch. A few days ago, we talked about our changing approach to PvE in Overwatch 2 and released a high-level roadmap for the year.
we're really excited for everything we'll be launching soon, but much of the discussion this week has been about how we're cancelling PvE outright, which isn't accurate, so I want to take some time to discuss some of that with you here. Nou, in deze hele quote, in deze hele blog gaat hij verder in op de geschiedenis van Overwatch en het project. En het lijkt erop dat PvE al een tijdje een plan was wat ze hadden, maar hun plannen zijn veranderd. En ik raad iedereen aan die een Overwatch fan is om zelf even deze blog te lezen. Ik zal een linkje in de beschrijving stoppen zodat je het makkelijk kan vinden. Maar ik ga een paar dingetjes pakken uit deze blog en daarover praten. Verder in deze blog zegt hij: things rarely go as planned in game development. We struggled to find our footing with the hero mission experience early on. Scope grew, we were trying to do too many things at once and we lost focus. The team built some really great things, including hero talents, new enemy units and early versions of missions. But we were never able to bring together all of the elements needed to ship a polished, cohesive experience. Dus het lijkt erop dat ze al een tijdje problemen hadden met de development en dat ze gewoon niet de mogelijkheid hadden om uiteindelijk deze game een ding te maken. Want hoe ze het beschrijven in deze interviews en in deze blog is dat ze eigenlijk bezig waren gewoon een hele nieuwe game te maken en dat ze dan praktisch gezien twee games in één aan het maken waren. En het is begrijpelijk dat als het niet werkt, het gewoon niet werkt en de developers dan verder moeten gaan. Alleen aan de andere kant is het toch teleurstellend omdat wat ze aan het maken waren een fantastisch apart product had kunnen zijn. Je had dit een soort van spin-off game kunnen maken. Een single-player spin-off game in het Overwatch universum. Ik denk dat dan nog steeds een heleboel mensen blij zouden zijn met het resultaat. Want mensen die wachten al een hele tijd op deze PvE en deze story mode missions. En dat is de reden waarom ze deze game spelen. Maar nogmaals, het is begrijpelijk als de developers zelf gewoon zeggen: dit is het, we kunnen er niks mee. En ik vraag me af of dat komt door de developers of meer komt door de grote mensen aan de top van het bedrijf die gewoon zeggen van nee, stop ermee en stop het allemaal aan de Battle Pass. Dat is iets wat we niet weten. We kunnen alleen afgaan wat Aaron natuurlijk aan ons vertelt. Nou, één ding wat ik heel belangrijk vind is dat hij praat over de timing van deze announcement. Want natuurlijk, een heel groot kritiekpunt op deze aankondiging was dat dit zo laat kwam. Want blijkbaar wisten ze al een tijdje dat er problemen waren met de PvE en dat ze het niet zouden uitbrengen zoals ze het hadden beloofd in 2019. En nu pas in seizoen 4 vertellen ze ons dat dit een ding is. Lastly, people have wondered why this announcement came at this time. After Overwatch 2 had launched, we started refining our plans for the future seasons. As those plans grew, we tried to find ways to make all of our ambitions fit together in a plan that we believed in. We couldn't, and we also knew that we couldn't go back to pulling people away from the live game in service of that original vision again. So we made the difficult decision to cut hero missions and started planning for the future. It has been hard for us, but as the director on this project, I have to do my best to make decisions that put the game and the community first, even when those decisions are disappointing. In this case, I had trouble pivoting away from a vision that just wasn't working, and for that I would like to apologize to our players and our team, I'm sorry. Nou, ik vind het goed dat ze excuses aanbieden. En ik vind het goed om te zien dat Aaron en de developers duidelijk begrijpen dat dit niet het nieuws is wat de spelers zouden willen. En dat dit niet iets is wat de community graag zou willen of iets wat de community teleurstelt. En het is goed dat ze dat begrijpen. En dat kan alleen maar zorgen voor een beter product in de toekomst. Aan de andere kant, dit had beter gecommuniceerd kunnen worden. En deze blog komt een beetje over bij mij als corporate die iets slechts heeft gedaan en ze posten zo'n PNG'tje met een lap tekst op Twitter. Zo'n soort vibe. En ik weet gewoon niet zeker of we dit serieus kunnen nemen, aangezien het iets is wat ze al een tijdje weten. En ze weten al een tijdje dat de community hier zo erg hyped over is en hier zo erg naar uitkijkt. En zonder te communiceren veranderen ze het opeens en maken ze het ook nog eens heel erg onduidelijk wat precies de nieuwe bedoeling is van de PvE. Betekent dit dat ik ga stoppen met Overwatch 2 spelen? Nou, waarschijnlijk niet, want de game is nog steeds heel erg leuk om te spelen en ik ga die 5 euro het waard maken. Maar ik zie een heleboel mensen in de community die momenteel echt gewoon klaar zijn met deze game. En dat is ook logisch, want de game had een hele matige launch en de levensloop tot nu toe is gewoon niet echt heel erg indrukwekkend.
We zien grote YouTubers die nu daadwerkelijk aan het denken zijn om te stoppen met het spelen van deze game en over te stappen naar iets anders. En ik wil niet zeggen dat deze game daarom meteen doodgaat, maar ik wil wel zeggen dat echt een heel groot core gedeelte van de community, die echt vanaf dag 1 al bij Blizzard en bij Overwatch is, heel erg teleur is gesteld in deze besluiten. Ze hebben dit op een verschrikkelijke manier gecommuniceerd en ik denk dat dat zeker weten wel gevolgen gaat hebben voor de game en voor Blizzard in de toekomst. Want mensen gaan nu een heel stuk minder vertrouwen hebben in alles wat Blizzard belooft. Of het nou goed of slecht is van die mensen, want laten we eerlijk zijn, als ze dit niet konden laten werken, dan konden ze het niet laten werken. En ik denk niet dat dit de schuld is van de developers die werken bij Activision Blizzard. Ik denk dat dit echt een ding is van de hoofdmensen aan top van Blizzard die dit hebben besloten. Ik denk dat de gemiddelde developer bij Blizzard die hieraan heeft gewerkt zelf ook heel erg teleurgesteld is. Dus deze video en deze haat van de community is niet naar hen gericht, maar naar de mensen aan de top. En ik denk dat het voor Blizzard, als het komt tot Overwatch, heel moeilijk gaat worden om het vertrouwen van de community terug te krijgen voor de toekomst van deze game. Want dit was gewoon een gigantische teleurstelling. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan like, abonneer ze ook al leuk zijn. Wat vonden jullie hiervan? Wat vinden jullie ervan dat Overwatch 2's Hero Mode, zoals die was beloofd, niet langer naar Overwatch gaat komen? Wat vinden jullie ervan van alle content die is aangekondigd voor de game? Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Ga je nu weer Overwatch spelen of ben je nu klaar met Overwatch? Laat het me weten in de comments en dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Bye bye!